Dromen zijn er om na te jagen. Maar velen laten zich om wat voor reden dan ook toch tegenhouden. Dat gold niet voor de 18-jarige Ivana Smit. Een meisje dat deels opgroeit in Nederland en Maleisië en uiteindelijk haar modellencarrière besluit op te bouwen in de wereldstad Kuala Lumpur. De moeder van Ivana heeft Ivana nog gewaarschuwd. Hoe mooier je wordt, hoe meer gevaren dit met zich meebrengt. Het droomleven van Ivana eindigt uiteindelijk in een regelrechte nachtmerrie. Op 7 december 2017 wordt ze dood aangetroffen op een balkon in Maleisië onder de meest dubieuze omstandigheden. Gaat het hier om een ongeluk of is er toch meer aan de hand dan dat? Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. En voordat we beginnen met het hele verhaal, wil ik even een paar dingen aan jullie kwijt. Want deze aflevering zou je kunnen beschrijven als een soort special. Ik heb al aan jullie verteld dat ik alleen Nederlandse zaken bespreek als dit gewenst is vanuit nabestaanden. En in deze aflevering is dat dus het geval. Ivana werd ook geboren in Nederland. Haar ouders zijn Nederlands. Dus houd er rekening mee dat nabestaanden deze video wellicht zullen zien, maar ook de reacties zullen lezen. Wees hier dus extra voorzichtig mee. Voor deze aflevering heb ik mogen spreken met Sebas Dijkstra en dat is een advocaat. En dat is de advocaat die de ouders van Ivana juridisch heeft bijgestaan. Hij kan echt onwijs veel over de zaak vertellen. Een deel van dit interview is te zien aan het einde van deze video, maar het gehele interview is dus te beluisteren op Podimo. De zaak Ivana Smit hebben we dus ook besproken in de nieuwste moordkast. Die staat tegelijkertijd met deze video online. Dus ben je benieuwd naar het hele interview met Sebas Dijkstra? Beluister dan ook zeker Moordkast. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast. En over Moordkast gesproken, we zijn er buiten getreden met nieuw design, nieuw artwork. We hebben een hele nieuwe look gekregen. We hebben fantastisch promomateriaal gemaakt wat dus nu is uitgekomen. En ik ben ontzettend trots dat we dit op dit niveau mogen doen. Verder normaal in het intro geef ik shout-outs, doe ik nog veel meer van dat soort dingen. Maar ik wil het verhaal van vandaag prioriteit geven. Het gaat een lange aflevering worden omdat er ook een interview achteraan zit. Dus ik wil gewoon heel snel beginnen. Maar het is echt even de vraag of jullie respectvol willen blijven in de comments. Even een disclaimer van tevoren. Het gaat om een heel heftig verhaal. Kun je daar niet tegen? Zorg er dan voor dat je deze video wegklikt. En ben je onder de 12 jaar oud, moet je helemaal niet kijken. Het is een bijzonder verhaal. Daarbij zijn de nabestaanden ingelicht over dat deze aflevering online komt. Zij zoeken juist de publiciteit en in bepaalde zaken is dat ook weer juist gewenst. Dat het verhaal verteld wordt, dat het gedeeld wordt. Want wat er met Ivana Smit gebeurd is, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. En het wordt tijd dat daar eens verandering in wordt gebracht. Dus hoe meer mensen van dit verhaal weten, hoe beter. Zorg er dus voor dat je de moordkastaflevering en deze video met iedereen deelt. Tot zover het intro. Ik ga het niet te lang houden. We gaan heel snel beginnen met dit verhaal. Het verhaal van de dubieuze dood van Ivana Smit. Ivana Smit wordt geboren op 4 januari 1999 in het Limburgse Sittard. Ze is een nakomertje en de ouders van Ivana zijn ontzettend blij met de komst van hun dochter. Ze heeft daarbij een oudere broer, die was 14 jaar oud toen Ivana geboren werd. Dus daar zit een behoorlijk leeftijdsverschil tussen. Zoals je ziet op de foto's is Ivana half Aziatisch en half Nederlands. Ze heeft prachtig bruin en lang stijlhaar van die mooie amandelvormige bruine ogen. En als klein meisje is het al een heel mooi meisje om te zien. Ivana is een meisje die zich ook niet snel verschuilt. Vanaf jongs af aan weet ze één ding al heel erg zeker. En dat is dat ze de wereld wil veroveren. Ivana wil niets liever dan beroemd worden. Ze is verder een spring in het veld. Ze is spontaan, vrolijk. Echt een meisje met veel energie en het hart op de goede plek. Haar ouders runnen in die tijd een transportbedrijf waar ze het echt onwijs druk mee hebben.
Daarom nemen de opa en oma van Ivana vaak de zorg op zich. Zij hebben namelijk echt alle tijd om Ivana de aandacht te geven die ze nodig heeft. En dit gaat dus zo goed samen dat Ivana op een gegeven moment voor het grootste deel bij haar grootouders gaat wonen. Haar oma en opa zijn trouwens geboren in Indonesië. In die tijd woonden ze in Nederland, hè, als Ivana nog heel erg klein is. Maar de Nederlandse winters valt ze nogal zwaar. Kan ik me ook wel voorstellen. Als je gewend bent aan die tropische temperaturen, hè, dat klimaat, dan zal de winterse kou nogal plat op je dak komen. Dus ze gaan letterlijk overwinteren in Maleisië. En dat doen ze jaarlijks en Ivana gaat dan ook vaak met ze mee. Ze gaan dan vaak naar het eiland Penang, om precies te zijn. En als Ivana 1,5 jaar oud is, gaat ze voor het eerst met haar grootouders mee. Uiteindelijk verhuizen ze daar dus permanent heen. En Ivana krijgt dus de keuze. Wil ze in Nederland blijven of gaat ze het liefst mee met haar grootouders naar Maleisië toe? Ivana was altijd dolgelukkig in Azië. Dus zij besluit met haar opa en oma mee te verhuizen. Dat is natuurlijk best wel heftig voor de ouders, hè, van Ivana. Die moeten hun dochter missen, dat valt ze ook zwaar. Maar zij zijn ervan overtuigd dat opa en oma het maximale aan hun kind kunnen geven. En Ivana is ook vastbesloten om mee te gaan naar Azië. Dus ja, de ouders zien Ivana wel regelmatig, echt meerdere keren per jaar. Zij reizen namelijk meerdere keren per jaar af naar Maleisië. En Ivana zelf komt in de zomer 6 weken terug naar Nederland. Om de zoveel maanden zien ze elkaar gewoon. De opvoeding ligt dus geheel bij de opa en oma van Ivana. En die zijn nogal traditioneel, hè. Ze hebben zelf iets van 7 kinderen opgevoed. Dus ze zijn ook wel wat gewend. Maar aan Ivana wordt geleerd respect te hebben voor hun medemens. Het is echt de Aziatische cultuur die mee wordt gegeven. Ze moet volwassenen netjes aanspreken met u. Netjes haar huiswerk maken, aan haar toekomst werken. En die toekomst die zag er zeker veelbelovend uit. Ivana ging natuurlijk naar een internationale school en daardoor sprak ze al, ja, vrij jong meerdere talen. Ze sprak Nederlands, Engels, Mandarijn, Maleis, echt van alles. Ivana gaat in haar puberteit nog even terug wonen bij haar ouders. Die zijn inmiddels ook geëmigreerd, maar niet zo ver weg. Die zijn gaan wonen in België, in het plaatsje Peer om precies te zijn. Daar woont Ivana dus nog een tijdje. Ze is dan uitgegroeid tot een tiener. En als ik zeg dat ze gegroeid is, ze is behoorlijk gegroeid. Ivana is dan inmiddels 1,81 meter. Ze is beeldschoon. Het is een prachtige mooie jonge vrouw om te zien. En daarbij heeft ze ook gelijk haar roeping gevonden. Want het is haar grote droom om het te gaan maken in de modellenwereld. Wat dat betreft heeft ze ook echt alles mee. Ze is lang, slank, beeldschoon. Ze heeft natuurlijk die prachtige genen. Ze is half Nederlands, half Aziatisch. Daarbij komt er ook nog best wel een flinke dosis zelfverzekerdheid bij kijken. Het meisje, dat sprankelde gewoon. Dat zag je aan haar. Op een gegeven moment doet ze vanaf haar 13e al meerdere klussen in zowel België als Azië. En zo begint ze een beetje aan de weg te timmeren. Ivana is dus ook nog wel regelmatig in Azië te vinden. Dat is ook echt de plek waar haar hart ligt. En ze heeft het dan ook best wel naar de zin, hè, bij de ouders, dat is het niet. Maar het is gewoon niet haar thuis. België voelt niet als haar plekje. Dus als Ivana 18 jaar oud is, maakt ze het besluit om te gaan verhuizen naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Het is enorm, hè, en je zou zeggen 18-jarig meisje alleen, dat is nogal heftig. Maar veel van haar familieleden woonden daar. Ze was daar dus helemaal niet alleen. Ze ging daar wel op zichzelf wonen. Maar goed, dat is niks raars. Op je 18e, vroeger was dat eigenlijk ook de leeftijd, de norm. Nu kunnen we het ons allemaal niet meer veroorloven. Als zij verhuist, is het inmiddels het najaar van 2017. Ze gaat dus naar Kuala Lumpur. En dat is ook precies de periode dat ze steeds grotere klussen begon te krijgen. Dus haar modellencarrière krijgt vleugels. Ze had zelfs een contract getekend bij een redelijk bekend lingeriemerk. Triumph heet het. Ik ken het persoonlijk wel. Ze mocht catwalks voor ze lopen. Ze heeft nog een hele mooie fotoshoot gedaan. En de omgeving van Ivana is daar ook onwijs trots op. Ivana begint daadwerkelijk dingetjes te bereiken. Het is uiteindelijk haar grote droom om een angel te worden bij Victoria's Secret. Nou, dan is dit toch wel een mooie stap in de goede richting. Als Ivana in Kuala Lumpur woont, onderhoudt ze dagelijks contacten met haar ouders. En dan heeft ze op een gegeven moment heugelijk nieuws, want ze heeft een leuke jongen ontmoet. Daar krijgt ze verkering mee,
gaat ze mee samenwonen. En dat is ook een model, een knap blonde jongen, genaamd Lucas Kramer. Tegen ouders en vrienden vertelt ze dat ze dolgelukkig met hem is. En dan heb je alles op een rijtje. Je staat in de bloei van je leven. Je bent een prachtige stad aan het ontdekken. Ja, het leven lijkt toch wel compleet te zijn. Uiteindelijk komt Ivana tijdens een modellenklus de 31-jarige Luna Johnson tegen. Ze is getrouwd met een rijk zakenman genaamd Alexander Johnson. En zij wonen dus samen in een duur appartement in Kuala Lumpur. Het klikt tussen Ivana en Luna. Die gaan een beetje met elkaar om. En Luna stelt Ivana op een gegeven moment ook voor aan haar man, Alexander Johnson. Alexander Johnson is wat ouder. Hij valt wat buiten de boot met zijn leeftijd. Hij is 44 jaar oud. Hij is een zeer succesvol rijk zakenman. Met zijn eigen bedrijf in het bankieren heeft hij echt enorm veel geld gemaakt. Sebas Dijkstra die weet nog wat een en ander over hem te vertellen, wat wel interessant is. Dus bekijk ook zeker het interview aan het einde van de video. Ik zou ook zeker bepaalde info overslaan omdat Sebas het gaat vertellen. En anders is het allemaal dubbel op. Dus het is het zeker waard om deze video echt even af te kijken. Want ik ga echt niet alles vertellen. Alexander Johnson, dat hoor je misschien al aan zijn naam, maar hij is Amerikaans. Hij kreeg uiteindelijk een hoge functie als financieel directeur in Kuala Lumpur. En daarom is hij dus in Kuala Lumpur gaan wonen. En toen heeft hij ook zijn vrouw Luna ontmoet. Ze zijn getrouwd en ze hebben dus een dochtertje samen. In 2017 is dat dochtertje inmiddels 4 jaar oud. Hij werd dus hartstikke rijk. En Luna en Alexander, die kunnen het zich dus veroorloven echt een jetset bestaan te leiden. Ze pronken hier dan ook graag mee, hè? De vakantiekiekjes vliegen je om de oren. Privéjets waar ze in zitten. Ze vieren de duurste vakanties, bezoeken de meest exclusieve mooie clubs. Ja, Alexander heeft flink naam gemaakt en dat moet ook gezien worden. Maar Alexander had ook best wel wat contacten hier en daar. Hij had best wel wat invloed. Maar ook dat hoor je in het interview met Sebas. Het was een man met veel aanzien, wellicht ook redelijk wat macht. En dat is dus best wel belangrijk in dit verhaal. Maar goed, Alexander is in de tijd van 2017 44 jaar oud. Luna Johnson 31. En ze houden verschrikkelijk veel van een feestje. Die zijn aan hun tweede jeugd begonnen samen. En voor Ivana is het koppel best interessant. Dat kan ik me ook wel indenken. Het koppel Johnson staat toch een beetje op een voetstuk voor haar. Het is een koppel waar ze misschien een beetje tegenop kijkt. En Ivana als prachtige jonge meid van 18, ja, het springt in het oog van Alexander. Dat drietal, dus de Johnsons en Ivana samen, gaan een aantal keren met elkaar uit, bezoeken verschillende clubs en leren elkaar zo een beetje kennen. Zo is het 6 december 2017. Ivana is weer van plan om uit te gaan. Ze verheugt zich echt ook op deze avond. Het valt op een woensdag. Ze is van plan om naar best wel een luxe tent te gaan. Het heet de Mantra Rooftop Bar. Ze maakt zich klaar. Je hebt er wel voorstellingen bij je. Steltang, make-up, je bent aan het koetelen voor 1,5 uur. En dan ben je er helemaal klaar voor. En Ivana zag er die avond ook echt prachtig uit. Echt om door een ringetje te halen. Ze vertrekt rond 9:30 in de avond. En ze draagt een zwart rokje met een lederlook. Een witte top afgezet met allemaal diamantjes. Het lijken wel Swarovski-steentjes in een bepaald patroon. En dat gecombineerd met hoge laarzen tot over de knie. De Mantra Rooftop Bar is echt een club waar heel veel rijke mensen te vinden zijn, maar ook modellen. Het is echt een plek om te zien en gezien te worden. Er loopt ook een fotograaf rond in de club die foto's maakt die avond en Ivana wordt meerdere keren vastgelegd. Je ziet in ieder geval dat ze zich vermaakt. Op een gegeven moment zijn Alexander en Luna ook van de partijen. Die komen die club binnen. Die zijn ook nog met een aantal andere mensen. En Ivana sluit zich bij dat groepje aan. Er wordt genoeg gedronken door iedereen. De sfeer zit er goed in. Ook Ivana drinkt het een en ander. Maar lijkt ook wel meer te doen dan alleen dat. Ze wordt namelijk verdacht vaak gezien op het toilet samen met Luna. Dit wordt achteraf gezien op beveiligingscamera's, hè, dat Luna en Ivana daar meerdere malen te zien zijn. Vaker dan dat je naar het toilet zou moeten. Ja, en wat ze daar aan het doen zijn, we kunnen het wel invullen. Ivana met haar 18 jaar, ze experimenteert waarschijnlijk wat. Ze staat midden in het leven en het modellenleven, ja, dan weet je ook wel een beetje hoe laat het is.
krijg je te maken met meerdere invloeden van buitenaf, waardoor je misschien nieuwsgierig wordt, hè, naar het een en ander. Maar goed, je kunt ervan uitgaan dat Luna en Ivana samen naar het toilet gaan om het een en ander te gebruiken. Na een paar uur besluiten ze naar een andere club te gaan. Het is dan 2:15. En het koppel Johnson en Ivana gaan naar de Nine Club. En daar blijven ze nog een paar uurtjes hangen. Dit ter ere van een verjaardag van een man die Ivana ook kent. Het is een man genaamd Adam White. En even over de Nine Club. Het is een zeer luxe, exclusieve omgeving. Hè. Daar kom je niet zomaar. Daar kom je alleen op uitnodiging of door middel van lid te zijn. Dat is echt de club voor de rijken onder de rijkste. Het schijnt dat een Chinese maffiabaas eigenaar is van de Nine Club. Nou ja, 1 en 1 is 2. In de Nine Club zijn verschillende privéruimtes ingedeeld om je privéfeestjes te houden. En heb je zin in drugs, dan kun je dat gewoon stiekem bestellen via de menukaart. Alleen staat het daar natuurlijk niet zo duidelijk op aangeduid. Hè? Dat zal een beetje met een omweggetje zijn gegaan. Het is zeker in Maleisië onwijs illegaal om te gebruiken. Dus dat moet flink onder de radar gebeuren. Uiteindelijk komt op je bonnetje een dure drank te staan, hè, waar ze het onderweg schrijven. Een dure champagne of, nou ja, een gigantisch dure whisky. Wat ze ook maar kunnen verzinnen om het daaronder weg te sluizen. Op die manier gaan ze te werk. Het is echt een club met een loesje randje. Ivana en de Johnson spenderen daar een paar uur met elkaar. En pas de volgende ochtend houden ze het pas weer voor gezien. Nou, dat hou je natuurlijk ook niet zomaar vol. Zeker niet als je 44 bent. Het is in ieder geval een behoorlijk lange avond geweest. Dat kun je wel stellen. Ivana wordt nog op beveiligingsbeelden vastgelegd. Het is dan 5:22, dus 5:58 ochtends. En de volgende dag is dan al aangebroken. Hè? En dit zijn dus de bekende beelden waarop het groepje te zien is. Je ziet Alexander Johnson met Ivana in zijn armen naar de lift toe lopen. Luna die strompelt er een beetje achteraan in de super deluxe mooie lange jurk. Maar Ivana heeft dus een beetje haar arm om de man heen geslagen. En zo wordt ze de lift ingedragen. Er staan ook nog wat mensen omheen, hè, zoals je ziet. Maar het drietal gaat in ieder geval naar het appartement van de Johnsons om daar de wilde nacht voor te zetten. Onderweg stoppen ze nog even bij een avondwinkeltje om nog wat drank te kopen. Ze kopen Somersby en dat is een appelsieder. Nou, je zou daaruit kunnen opmaken dat het feest dus nog niet afgelopen is. En uiteindelijk komen ze dus aan bij het appartementencomplex waar de Johnsons wonen. Hun woning is trouwens een luxe appartement in een wolkenkrabber genaamd Cap Square Residence. Klinkt ook mega luxe. Het is echt een gebouw met onwijs veel verdiepingen. En de Johnsons wonen op de 20ste verdieping. Ze zitten dan nog niet eens op de helft van het gebouw. Je bent nog lang niet bij het topje in ieder geval. Wat zich exact in het appartement heeft afgespeeld, wat zich heeft voltrokken, dat weten we niet. Maar de stemming zal er ongetwijfeld goed in hebben gezeten. Naar verluid zouden het stel en Ivana over en weer met elkaar hebben geflirt. Dus het feit dat Ivana meeging naar het appartement heeft vast ja, een doel gehad. Als je ook de beelden ziet in de Nine Club, waar Ivana door Alexander Johnson wordt gedragen, dan zou je ook kunnen zeggen dat Ivana dat toch wel vrijwillig lijkt te doen. Ze hebben natuurlijk het een en ander gedronken en gebruikt die avond. Het feit dat Ivana meeging naar een appartement heeft vast een doel gehad. Dat konden we eigenlijk al wel een beetje inschatten, denk ik. Beveiligingsbeelden leggen ook vast hoe Ivana de lift instapt in het appartementencomplex van de Johnsons om natuurlijk naar hun verdieping te gaan. Het is trouwens uiteindelijk veel later geworden dan Ivana in eerste instantie aan haar vriendje Lucas heeft beloofd. Hij wordt de volgende ochtend om 6:30 wakker en dan ligt Ivana niet naast hem. Het eerste wat hij doet is de telefoon pakken, Ivana bellen om te kijken of ze oké is. En Ivana neemt de telefoon op. Ze beweert dat alles goed met haar gaat en heeft besloten om bij een vriendin te blijven slapen. Dat zegt ze tegen Lucas. Haar plannen waren gewoon even gewijzigd. Het is een avondje die net wat later is geworden, wat later is uitgevallen dan de bedoeling was. De twee hangen op, maar 5 minuten later krijgt Lucas een oproep binnen op zijn telefoon en ziet dat het zijn vriendinnetje Ivana is. Hij heeft haar toch net gesproken en nu belt ze alweer terug. En dan neemt hij de telefoon op en heeft hij niet Ivana aan de lijn, maar Luna Johnson. Die
die hem nog even verifieert dat het goed gaat met Ivana, dat ze bij haar blijft slapen. Het is alsof ze niet helemaal scherp zijn en alsof Luna dan heeft gezegd, ik pak je telefoon wel, ik bel hem nog wel eventjes voor de zekerheid. Maar goed, Lucas vindt het wel vreemd dat hij nog een keer door haar wordt gebeld. Zij bevestigt nogmaals dat het goed gaat met Ivana en de twee hangen op. Rond 7:30 in de ochtend, moet je nagaan hoe lang dit feest al duurt, sturen de twee een selfie naar Lucas. Hierop is Luna te zien, daarnaast Ivana. En je ziet dat Luna echt zo strak staat als een badmintonracket. Het is echt niet normaal. Dat valt echt niet te ontkennen. Ivana ziet er een stuk, die lijkt wat mij betreft best wel vermoeid. Je ziet ook dat de make-up een beetje zo onder de ogen zit. Ze is eigenlijk een beetje klaar met de avond. Dat is wat ik er een beetje vanaf lees. Mensen hebben daar weer verschillende meningen over. Hè? Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat die foto eerder die avond zou zijn gemaakt. En dat Luna deze foto heeft gestuurd en niet Ivana. Maar goed, ik geloof zelf niet helemaal in die theorie. Ivana stuurt er trouwens een tekstje bij. En ik citeer... I'm chilling at my chick's place. I love you. Lucas vond het nogal een opvallend berichtje, omdat dit niet de woordkeuze leek van Ivana. Maar goed, je hebt de nacht gefeest. Het is 7:30 in de ochtend. Je bent al 10 uur lang op pad. Al veel te lang wakker. Het is niet ondenkbaar dat je dan een woordje stuurt zoals chick. Wat normaal niet in je vocabulaire voorkomt. Maar nu een keertje wel. Ik zie dat niet per se als iets heel geks. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat Luna dat berichtje heeft gestuurd. Met die foto. Dan breekt de middag aan. Het is dus 7 december 2017. 3:15 in de middag. Een bewoner uit hetzelfde appartementencomplex van de Johnsons komt dan thuis. Hij woont trouwens op de 6e verdieping. 14 verdiepingen. Onder de Johnsons. En hij ziet ineens, als hij naar buiten kijkt, dat zijn hele balkon aan puin ligt. Zijn balkonnetje had zo'n houten overkapping met van die balkjes naast elkaar. Deze lijken compleet doormidden gebroken te zijn. Die overkapping ligt gewoon helemaal aan gort. Het versplinterde hout en de puinstukken van die kapotte overkapping liggen allemaal over zijn balkon verspreid. En als hij dichterbij komt, kan hij zijn ogen niet geloven. Onder al dat kapotte hout ligt een jonge vrouw. En het is duidelijk dat ze niet meer in leven is. Het valt de bewoner gelijk op dat de vrouw geen kleding aan heeft. Ze is compleet naakt. En ik denk dat het voor jullie niet als een verrassing komt. Het gaat hier om Ivana Smit. Ze is door die overkapping van die man op de 6e verdieping van maar liefst 42 meter hoog naar beneden gevallen. Ze viel 14 verdiepingen naar beneden. Ze lag ook gedeeltelijk onder een soort luxe flex. En even over haar houding. Haar armen die lagen best wel netjes op haar borst gerust. En ze lag er eigenlijk perfect als ze was bij. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want als je van 42 meter hoogte valt. Die overkapping heeft dus ergens wel haar val ook gebroken. Maar dan zou je oneerbiedig gezegd in de kreukels moeten liggen. Dus het is heel raar, want het lijkt pijn alsof ze daar gewoon geplant is. De bewoner die Ivana aantreft is rond 9:30 thuis vertrokken. Toen was er nog niks op zijn balkon aan de hand. Alles was intact. En 3:15 kwam hij dus thuis en trof hij dit aan. Dus je zou kunnen zeggen qua tijdlijn dat Ivana gevallen moet zijn tussen 9:30 in de ochtend en 3:15. In de middag. Hij belt natuurlijk zo snel als hij kan de politie. Die zijn ook vrij snel ter plaatse. En het is vooral de vraag waar Ivana precies vandaan komt. Wij weten wel waar ze is geweest, maar die politieagenten weten nog helemaal niets. Dus zij kijken de bewakingsbeelden terug van het appartementencomplex waar ze werd gevonden. En dan zien ze dus beelden van de lift. Om 5:44, dus ongeveer om 5:45 ochtends, werd ze daar voor het laatst gezien met Alexander en Luna Johnson. En ze kunnen ook precies achterhalen naar welk appartementencomplex ze zijn gegaan. Zo komt de politie dus uiteindelijk bij de Johnsons terecht. Een aantal agenten komt daaraan samen met een conciërge. En die kloppen aan de deur van de Johnsons en ze doen niet open. Die conciërge die hoort nog wel wat vaagjes op de achtergrond. Wat glasgerinkel, dus er lijkt wel een teken van leven te zijn. Maar ze doen niet open.
En dan doet de politie iets heel onlogisch, want ze besluiten dan maar gewoon weg te gaan. Het is niet dat iemand doodgevonden is op een balkon en dat je dat moet onderzoeken of zo. Heeft totaal geen haast. Maar het wordt dus niet als een plaatsdelict beschouwd. Ze houden het voor gezien en komen een paar uur later pas weer terug. Als de agenten daarna terugkomen, dan zijn Alexander en Luna ineens wel thuis. En het stel zou van helemaal niks weten. Ze hebben geen idee dat Ivana dood is. Wat is er gebeurd? Zij hebben geen enkel idee. Luna komt dan wel met een verklaring. Die ochtend was Luna samen met haar dochtertje van 4 nog naar school gegaan, hè, om haar dochtertje daar af te zetten. Daarna was ze naar huis gegaan om haar roes uit te slapen. Ook als we het daarover hebben, hè, dat dochtertje is 4. We hebben die foto van Luna gezien, zo strak als maar zijn kon. Ik las ook ergens dat er een oppas was voor dat kind, totdat Johnsons thuis kwamen met Ivana. En toen is de oppas naar huis gestuurd. Dus dat kind heeft daar in huis gezeten. Je kan nou niet bepaald zeggen dat de Johnsons hele verantwoordelijke ouders zijn. Nadat Luna de kind naar school had gebracht, kwam ze thuis rond 9:00. Er was niks aan de hand, ook niet met Ivana. Er was niks aan haar te merken. En ze is gaan slapen. Alexander Johnson komt een beetje met hetzelfde verhaal. Ook hij lag te pitten. En wat er ook met Ivana gebeurd is, dat moet hebben plaatsgevonden terwijl zij lagen te pitten. Lekker makkelijk. Ook de manier waarop ze reageerden op de politie toen ze het nieuws kregen dat het meisje waar ze potverdikkie uit mee zijn gegaan op zo'n gruwelijke wijze is aangetroffen. Die reactie die was allesbehalve oprecht. Het was een beetje van, oh jeetje. Maar ze bleven ook gewoon op de bank zitten. Ze gingen geen kijkje nemen of zo. Vanaf hun balkon, van wat er mogelijk gebeurd zou zijn. Totaal niet. Er leek geen greintje gevoel bij te zitten. De politie vindt in dat appartement nog wat spullen van Ivana. Haar kleding vinden ze, haar tas. Maar haar ondergoed is nergens te vinden. Terwijl Ivana werd geheel naakt gevonden. Dus haar ondergoed moet toch nog ergens zijn. Wat hebben ze in godsnaam met dat ondergoed gedaan? Hebben ze dit om wat voor reden dan ook weggemoffeld? En waarom dan? Alexander en Luna worden in ieder geval opgepakt en meegenomen naar het bureau op verdenking van misbruik. Niet omdat er een meisje doodgevonden werd en voor het laatst gezien werd in een appartement. Let wel, in dit land is drugsgebruik echt streng verboden. De straffen zijn heftig. Bij drugsmokkel kun je zelfs de doodstraf krijgen. En bij het gebruik ervan een enorme boete of 10 jaar cel wat boven je hoofd hangt. Dat wil je niet. Maar alleen al als je drugs bij je draagt, en het gaat dan om de hoeveelheden, maar dan kun je dus al voor smokkel worden beticht. De Maleisische politie neemt een drugstest af bij het koppel. Ze testen positief, dat is negatief voor de Johnsons. Dat is natuurlijk slecht nieuws. Ik heb jullie net uitgelegd wat voor straffen erop staan en de gevangenissen in Kuala Lumpur, die zijn niet om van naar huis te schrijven. Maar goed, het koppel wil een second opinion. Ze krijgen een tweede test en daaruit komt weer iets heel anders. Het koppel wordt beide negatief getest. Rara, hoe kan dat? Dit riekt aan alle kanten naar onraad. Ze komen dan ook geheel onder de straf voor drugsgebruik uit. Dit heeft natuurlijk alles weg van corruptie. En corruptie komt heel veel voor in een land zoals Maleisië. Het stel wordt dan ook meteen verhoord over de dood van Ivana. Ze zitten dan nog vast op het bureau. En dan mag het koppel dus 1 telefoontje plegen. En dan zou je denken, je belt je moeder huilend op. Je belt je advocaat. Je belt iemand die er verstand van heeft. Hè, want oh mijn god, wat gaat er allemaal in mijn leven gebeuren? Maar nee, ze bellen de schoonmaakster. Of ze alsjeblieft het appartement wil schoonmaken. Hun appartement is trouwens nog niet verzegeld door de recherche. Het is nog niet op sporen onderzocht. Die schoonmaakster, die doet gewoon de werk. Het is natuurlijk een frappante keuze van de Johnsons. Hebben ze haar gebeld om sporen uit te wissen op die manier? De schoonmaakster komt onder andere glas tegen. Het is glas van een kapotte fles appelsieder. Nou, we weten dat ze dat in het avondwinkeltje met z'n drieën nog hebben gekocht. Maar die scherven ruimt zij dus ook op. Wellicht zijn het bruikbare sporen geweest, hè? Je weet maar nooit. Alles wordt gepoetst en aan kant gemaakt. En op dit moment, als dit een crime scene is, dan is het een behoorlijk zwaar verstoorde plaatsdelict. Pas na die schoonmaak worden er forensische sporen vastgesteld. Maar hoe dat ook is aangepakt, slaat letterlijk helemaal nergens op. Ik blijf ernaar refereren, maar in het interview met Sebas Dijkstra legt hij uit wat voor opleiding deze agenten hebben gehad, wat voor stappen ze allemaal hebben ondernomen in het onderzoek en hoe knullig dit is verlopen. Het is echt ongelooflijk.
Ik hoorde dat een fotograaf ook foto's van het lichaam maakte, hè, ter plaatse van het lichaam van Ivana op dat balkon. En het is dus de norm om minimaal 20 foto's te schieten. Die forensisch fotograaf is in een hoekje gaan staan en heeft gewoon 20 keer op het knopje gedrukt. Hij heeft niet eens de moeite genomen om Ivana van verschillende hoeken te fotograferen. Hoe haal je het in je hoofd? Dit is nog niet alles, maar het zet wel flink de toon. Ik weet er nu inmiddels best wel veel van en ik kan nog steeds mijn oren niet geloven. Maar wat zou er dan gebeurd zijn met Ivana? Dat vraag je toch wel af als je alles op een rijtje zet. Is het een ongeluk? Is ze eroverheen gevallen? Heeft ze een moord gepleegd? Dat lijkt een onlogische theorie te zijn als je kijkt naar de manier waarop Ivana het leven stond. Ze was haar carrière aan het opbouwen, het ging haar voor de wind. Ivana past niet binnen het plaatje. En hoe zit het dan met een ongeluk? Hebben de Johnsons hier mee te maken? En als ze er mee te maken hebben, in hoeverre dan? De Maleisische autoriteiten weten het al vrij snel zeker. Het gaat hier sowieso om een s***coding of om een ongeluk. Ze zijn er in ieder geval van overtuigd dat er geen sprake is van een misdrijf. En dat na één dag. Ze sluiten na één dag het dossier. Het lichaam van Ivana is ook onderzocht door de lijkschouwer in Maleisië, maar ook dat. Ja, ze gaat zo knullig te werk. Ze heeft de temperatuur niet eens opgenomen van Ivana, wat standaard procedure is. Zo kun je het tijdstip van overlijden vaststellen. Is dus niet gebeurd. En voordat ze Ivana's lichaam onderzoekt, zijn we inmiddels ook een halve dag verder. Zo lang heeft ze daarmee gewacht. Deze lijkschouwer komt wel tot de conclusie dat Ivana meerdere soorten in het bloed had en dat ze is gestorven aan een gescheurde halsslagader. Ze zou zelfs nog na de val heel even hebben geleefd, na een val van 42 meter. Ivana zou in ieder geval meerdere interne bloedingen hebben gehad. Dat staat in haar rapport. De ouders van Ivana krijgen dit verschrikkelijke nieuws door via haar vriendje Lucas, Lucas Kramer. En ze zijn er helemaal kapot van. Wat is dit een groot gemis en wat is er ook met het meisje gebeurd? Je dochter wordt naakt onderaan een Maleisisch flatgebouw gevonden. In deze toestand, wat is hier allemaal gaande? Die ouders reizen af naar Kuala Lumpur voor meer duidelijkheid. Maar ook om het lichaam van Ivana mee naar Nederland te krijgen. En een dag later reizen ze al daar naartoe. Eenmaal daar aangekomen, worden ze flink onder druk gezet. Ze moeten een document ondertekenen, waardoor Ivana's lichaam wordt vrijgegeven en mee mag worden genomen naar Nederland. Maar als ze dat papier ondertekenen, staat er dus in dat de ouders akkoord gaan met de doodsoorzaak. Dus dat Ivana om het leven is gekomen door alles behalve een misdrijf. Dat het een ongeluk of s*** betreft. En dat weigeren ze. En gelijk hebben ze. Want alles rondom dit verhaal is toch wel echt verdacht. Ze krijgen uiteindelijk in Maleisië hun dochter ook te zien. En dat gevoel dat er toch meer speelt, dat wordt alleen maar versterkt bij het zien van hun dochters lichaam. Ze zien onder andere dat haar ledematen, haar armen, onder de blauwe plekken zitten. Het lijkt een beetje alsof er vingertoppen in haar huid staan. Ivana had daarbij een hoofdwond, dus het staat voor hun als een paal boven water. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. De manier waarop de ouders worden onthaald in het mortuarium is trouwens ook super onmenselijk. Ze krijgen gewoon heel koeltjes de spullen van hun dochter in hun handen gedrukt, alsof het niks is. En daarna wordt Ivana getoond op een ijzeren tafel. Ze ligt niet netjes opgebaard, ze hebben niet eens de moeite gedaan om haar een beetje recht neer te leggen. Uiteindelijk heeft Sebas Dijkstra ervoor gezorgd dat het lichaam toch werd vrijgegeven aan de ouders. Dat het naar Nederland werd verscheept, maar zonder dus dat enge document te moeten ondertekenen. En als Ivana eenmaal in Nederland is, wordt ze door een Nederlandse patholoog-anatoom onderzocht. En die man heet Frank van de Goot. Ik vind hem echt een icoon. Dit is echt de man die je vaak op tv ziet als het gaat om dit beroep, hè? En zo onderzoekt hij ook Ivana. En dan komt hij toch nog met een heel rapport, vol bevindingen. Nou, deze Nederlandse expert die onderzoekt dus die hoofdwond. Het schijnt een grote blauwe plek te zijn, een bloeduitstorting op het hoofd. En hij kan vaststellen dat die hoofdwond veroorzaakt moet zijn voordat ze die val maakte. Het zou kunnen dat Ivana een klap heeft gekregen of ze is bijvoorbeeld oud gegaan. We weten dat Ivana redelijk wat gedronken had, maar ook dat ze drugs had gebruikt. Frank van de Goot komt in zijn rapport met de uitslagen van het toxicologische onderzoek. En hij kan ermee aantonen dat Ivana dezelfde soorten drugs
in haar bloed had als de Johnsons. Maar zij had nog één middel extra in haar bloed zitten. En dit middel, daar wordt echt voor gewaarschuwd dat het gevaarlijk kan zijn. Mensen kunnen vooral oververhit raken of heel snel tot een overdosis komen als je ook maar net iets te veel ervan inneemt. En het is natuurlijk opvallend dat Ivana die wel in haar bloed heeft, maar de Johnsons niet. Ivana is 18, de Johnsons, nou ja, stuk ouder. Het is natuurlijk raar dat zij een extra middel in haar bloed heeft zitten. Dus er wordt sterk aan een scenario gedacht dat de Johnsons iets in die fles appelsieder hebben geplant. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Misschien heeft ze het via gekregen, maar het blijft raar. Frank van der Groot stelt vast dat Ivana genoeg A in haar bloed had zitten om eraan te kunnen sterven. Dus ze had ook daadwerkelijk een overdosis in haar bloed zitten. Dit zou haar dood natuurlijk kunnen verklaren. Dan even over de houding. Ik zei het al, Ivana werd in een perfecte rechte positie gevonden met haar armen zo rustend op haar borst. Het schijnt dat de lijkstijfheid al was ingetreden. De lijkstijfheid begint na ongeveer een uur als je komt te overlijden. Maar Ivana was dus al verstijfd voordat ze die val van het balkon maakte. Daarbij werd er amper bloed gevonden op de plaats delicte, daar waar ze ten val was gekomen. En dat past ook helemaal niet binnen het plaatje dat ze nog geleefd zou moeten hebben. Want dan pompt je hart nog bloed door je aderen heen. Als je dan zo'n enorme klap maakt, dan moet dat echt een ravage zijn geweest. Dat was het niet. Verder vonden ze nog mannelijk DNA onder de nagels van Ivana en in haar intieme delen. Dit blijkt dus het DNA geweest te zijn van Alex Johnson. Op het internet kwam ik trouwens de meest verschrikkelijke dingen tegen, omdat Ivana had gebruikt en een triootje had met het koppel. Want dat kan allemaal niet. Mensen vinden er een heleboel van. Maar blijf alsjeblieft respectvol in de reacties. Ik ken in ieder geval zat mensen in mijn omgeving waar hetzelfde bij gebeurd had kunnen zijn. Ik had ook foto's gezien van het balkon, hè, van de Johnsons. En daar kun je niet zomaar overheen springen. Er zit namelijk nog een soort laag over die rand. Je hebt namelijk over die rand heen nog een enorme airconditioner zitten waar je ook nog overheen moet. Dus als jij aan het tuimelen bent op dat balkon en daar per ongeluk overheen valt, dan val je er nog niet zomaar vanaf. Je moet er echt een hele klimtocht voor maken, wil je per ongeluk van dat balkon afkomen. Dus dit alles past echt niet bij een ongeluk. En nu al helemaal niet, want die bevindingen van Frank van der Groot, dat schetst een beeld. Ivana was niet meer in leven toen ze over de reling ging. Ze was dus al dood toen ze neerkwam. Ja, dus dan zou je denken dat de Johnsons daar wel meer van moeten weten. Maar zij houden vol dat ze niks met het alles te maken hebben. Zij lagen te slapen en hebben geen idee wat er is gebeurd. Meer willen ze er ook niet over zeggen. Ze komen helemaal niet empathisch uit de hoek. Integendeel zelfs. Het is echt een zeer onbeschoft stel. Maar goed, na dit onderzoek van Frank van der Groot komt er wel een soort beeld in mij naar boven. Alles op een hoop. Denk even aan de mogelijkheden. Ivana heeft een overdosis, maar Alex en Luna raken dan zwaar in paniek. Ze hebben een 18-jarig meisje in een appartement toegelaten. Ze kunnen niet gepakt worden voor drugs, want je weet wat voor straf er dan boven je hoofd staat. Ze hebben ook nog seks gehad met het meisje. Hebben ze haar aan haar lot overgelaten, hè? Hebben ze haar dood laten gaan? Zijn ze nalatig geweest omdat ze echt niet wisten wat ze met de situatie aan moesten? Of is ze vrij snel overleden en hebben de onlogische keuze gemaakt om het lichaam van Ivana over het balkon te gooien? Puur om onder hun eigen straf voor gebruik uit te komen. We weten ook natuurlijk dat ze die blauwe plekken op haar armen had. Het zou heel goed passen bij het beeld dat ze aan haar armen is opgetild of iets dergelijks. We weten ook natuurlijk dat ze die hoofdwond heeft. Als zij slecht is gegaan, op die en oud is gegaan en met haar hoofd tegen iets aan is gekomen of heel hard is gevallen, dan is die hoofdwond natuurlijk weer heel goed te verklaren. Het zijn natuurlijk schokkende bevindingen. En de Maleisische autoriteiten laten de zaak voorkomen bij de coroner's court. Er komt dus daadwerkelijk een rechtszaak. Maar het is een zitting speciaal voor de lijkschouwers om hun bevindingen te delen. En een rechter gaat dan kijken of er reden is voor een strafzaak of niet. Dus is er opzet in het spel of is het een ongeluk? De zaak vindt plaats een half jaar na het overlijden van Ivana, in juli 2018 om precies te zijn. En het koppel Alex en Luna Johnson komen uiteraard niet opdagen. Die zijn trouwens vertrokken.
Kort na de dood van Ivana zijn zij Kuala Lumpur uitgevlucht. Vermoedelijk zitten zij tot op de dag van vandaag nog steeds in Amerika. Hen is wel gevraagd om te getuigen, maar dat weigeren ze. Daar hebben ze geen oren naar. In ieder geval de coroner's court. Het komt pijnlijk duidelijk naar voren hoe knullig de politie en de patholoog in Maleisië te werk zijn gegaan. Het is echt om te janken. Er komt zelfs een Maleisische agent naar voren die beweert dat haar politiechef, het is een man genaamd Faisal, die heeft haar opgedragen dit alles af te doen als een ongeluk. Ze kreeg daar dus echt de opdracht voor van de leidinggevende. Maar deze man, dat is ook echt de hel op aarde geweest. Uiteindelijk bepaalt de rechter van de coroner's court dat het hier om een ongeluk gaat. Na alle bevindingen, na alle flaters, kom je toch uit op deze conclusie. Hoe kan dat toch? Er volgt geen strafzaak en het is een enorme klap in het gezicht van de nabestaanden. Maar goed, die laten het er niet bij zitten. Zij gaan hier tegen in hoger beroep. En die ouders van Ivana die doen ook hun zegje in het Algemeen Dagblad. Als reactie op dit artikel in het AD beginnen de Johnsons nu zelf te dreigen met een smaad- en lasterzaak tegen de familie van Ivana. Zij willen dat de ouders het laten rusten. Ik vraag me dan gewoon echt af, je hebt zelf een dochter. Zouden zij het laten rusten als dit met hun dochter gebeurt? Heb je dan zo weinig empathie in je donder? Deze mensen die zijn echt niet goed in hun bovenkamer. Ik heb maar één conclusie. De ouders van Ivana laten zich niet afschrikken, gaan alsnog in hoger beroep tegen die uitspraak bij de coroner's court. En dan komen ze toch een stukje verder. De rechter gaat alle stukken nog eens door en bepaalt dat hier wel sprake kan zijn van een misdrijf. En dat dit toch echt onderzocht moet worden. Dus er wordt een moordonderzoek geopend. Dit lijkt toch echt eindelijk hetgene te zijn waar de ouders al die tijd op zitten te wachten. Maar goed, de jaren verstrijken en verstrijken. De coronatijd komt nog even om de hoek kijken, waar de Maleisische autoriteiten zich ook een beetje achter verschuilen. Want er gebeurt helemaal niks. Als er ook maar een moordonderzoek is gestart, dan zeggen ze hier helemaal niks over. Ze komen niet met updates, ze stellen niemand op de hoogte. En het lijkt allemaal een beetje schijn te zijn. Ze hebben moordonderzoek beloofd, maar of ze daar ook echt iets aan doen? Nu 5 jaar later weten we dat op de dag van vandaag niet. We weten alleen dat er waarschijnlijk heel veel corruptie in het spel is. We weten ongeveer wat er met Ivana gebeurd zou kunnen zijn, maar je weet het nooit zeker. En ik kan me voorstellen als nabestaande dat dat iets is wat ondraaglijk is. Je weet niet wat er met je dochter is gebeurd, hoe haar laatste momenten zijn geweest. En er zijn 2 mensen op deze wereld die dat wel weten. Die dat niet willen vertellen en jou ook nog eens gaan bedreigen. Nog steeds beschouwen de Maleisische autoriteiten de dood van Ivana als zijnde een misdrijf. Maar of dit ook echt ooit zal worden opgepakt op die manier, dat is toch maar de vraag. Ik hoop dat er ooit helderheid in de zaak komt. Nogmaals, ik heb Sebas Dijkstra gesproken. En tijdens mijn interview kwam hij toch nog met een nieuwtje. Iets wat nog niet naar buiten is gebracht. Dus wat dat betreft hebben wij toch een soort primeurtje. Meneer Rutte is zich er namelijk inmiddels mee gaan bemoeien. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de nabestaanden. We gaan in ieder geval nu maar eens kijken naar het interview wat ik heb afgenomen bij Sebas Dijkstra, advocaat van de ouders van Ivana. Hij zal ons meer vertellen over de Johnsons, over wat hij denkt, wat er gebeurd is, hè? Het meest aannemelijke scenario en hoe het er nu voor staat. Nogmaals, hij komt met een nieuwtje. Ik vind in ieder geval een hele eer dat ik hem heb mogen spreken. En het was naar mijn idee een heel mooi gesprek. Tegenover mij zit Sebas Dijkstra, advocaat die de ouders van Ivana juridisch heeft bijgestaan en zich vastbeet in de zaak. Sebas, van harte welkom. Dankjewel. Je bracht zelfs een boek uit over deze zaak, genaamd Ivana, strijden voor gerechtigheid. Ik heb het beluisterd en ik vond het echt super interessant om een kijkje te krijgen in jouw keuken. Want wij bespreken zaken, maar vaak het hele juridische gedeelte is best wel ingewikkeld. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe je te werk bent gegaan als advocaat, wat voor middelen je hebt ingezet. Maar ook hoe nalatig de Maleisische autoriteiten met de dood van dit 18-jarige meisje zijn omgegaan. Dus ik ben als eerste heel erg benieuwd. Hoe ben jij bij deze zaak betrokken geraakt? Hoe ik erbij betrokken ben geraakt? Een voormalig telegraafjournaliste, Jolande van der Graaf, die heeft mij op enig moment toen de zaak eigenlijk net was gestart. Er waren al nieuwsberichten rondom een mysterieus overlijden in Maleisië.
En Jolande van der Graaf, die appte mij. Als ik het goed herinner, appte ze iets van spoed. Je moet even contact opnemen. Nou, toen heb ik haar gelijk gebeld. En kort was de vraag, kun je de ouders helpen? De ouders waren in Maleisië en de politie daar die wilde dat ze een document ondertekende waar kort gezegd op stond dat niet misdrijf zou zijn of in ieder geval iets waar niemand betrokkenheid bij had, zou op die wijze zijn overleden. En zij moesten daar een handtekening voor zetten. Nou, dat hebben de ouders gelukkig ook geweigerd, want die dachten... Anders kregen ze het lichaam gewoon niet mee. Nee, dat in ieder geval zo deed de politie het voorkomen. Als je die handtekening niet zet, dan krijg je Ivana niet mee. Ja, toen heb ik de opdracht eigenlijk vrijwel direct op me genomen om alles in het werk te stellen om het lichaam terug naar Nederland te krijgen. En dat was eigenlijk het begin van toch wel een lange, slopende, en niet zozeer voor mijzelf, maar voor de nabestaanden, een slopende strijd die tot de dag van vandaag voortduurt. Dan even naar het onderzoek, hè? In Maleisië. En dan even het hele begin. Ivana wordt dus doodgevonden op een balkon. De Maleisische politie die komt ter plaatse. Hoe zijn zij toen te werk gegaan? Ze wordt aangetroffen. Een bewoner van een appartement die komt zijn woning binnen en die ziet op een gegeven moment dat zijn houten zonoverkapping ingestort is. En die ziet Ivana daar liggen. Ze was op dat moment naakt. Ik heb op sommige bronnen dus gelezen dat het stalen spijlen waren met plexiglas. Als ik de foto's zie, zie ik alleen maar hout. Ja, nee, het is echt hout. Ze is door een hout... En dat zal de val ook wel redelijk gebroken hebben. Dat zag je ook wel op de eerste foto's. Ze zag er echt gewoon uit alsof ze daar lag te slapen, om het maar zo te noemen. Ja, wat de politie dan doet is heel opmerkelijk. Je zou verwachten als er iemand onderaan de flat belandt en je komt er korte tijd later achter dat ze met twee mensen naar boven is gegaan, want dat hebben ze uiteindelijk vast kunnen stellen. Ze hebben natuurlijk de camera's, de CCTV-camera's uitgekeken. Maar wat doen ze dan? Ze gaan samen met de beheerder ergens in de middag naar boven, staan bij de deur, kloppen aan de deur van het appartement waar ze naar binnen zou zijn gegaan. Daar reageert niemand, maar ze horen wel iets vallen. Het zou klinken als een fles. Een glasgerinkel, hè? Ja. Iets in die trant. En vervolgens gaan ze weg. En een uur of twee later komen ze weer boven, komt de politie weer boven en dan staat de deur open. Dus even kijken of ze dan wel thuis zijn. Ja, en dat is natuurlijk heel vreemd, want wat doe je dan in die twee uur? Wat zijn jullie überhaupt aan het onderzoeken en hoe kijken jullie naar de zaak? Vervolgens komen ze in het appartement. Nou ja, daar treffen ze Alexander en Luna Johnson, het Amerikaanse echtpaar. En ja, ze nemen ze uiteindelijk mee naar het politiebureau. Maar niet zozeer vanwege betrokkenheid bij de dood van Ivana. Maar vanwege de verdenking dat ze de vreemdelingrechtelijke regels hebben overtreden en drugs zouden hebben gebruikt. Vrijwel, ik denk misschien zelfs op hetzelfde moment dat ze hen meenemen, wordt de zaak al afgedaan als een ongeval. Onder het mom van Ivana zal wel van het balkon gevallen zijn. Binnen een dag zeggen ze, we gaan een nieuw onderzoek starten. We gaan verder, of nou ja, in ieder geval, we sluiten het onderzoek en kort daarna wordt een nieuw onderzoek gestart. Dan zou je denken, nou, dan zullen de forensisch rechercheurs wel naar de woning rennen, verzegelen, sporen veiligstellen. Nee, dat gebeurt niet. Alexander en Luna Johnson zitten op het politiebureau en die krijgen daar de gelegenheid om iemand te bellen. En wie bellen ze? Ze bellen hun schoonmaakster. Haar wordt geen stroopbreed in de weg gelegd. En ze komt het appartement, kan rustig het appartement schoonmaken. En niet heel veel later komt de politie om daar eventuele sporen veilig te stellen. Wat ik mij dus afvroeg, die schoonmaakster schijnt dus glas weg te hebben gewerkt. Ja. Er lag glas van appelsieder. Ja. Dat hebben ze die avond ook gekocht. Die fles appelsieder... Wij hebben daar nou ja, heel veel theorieën bij gehad. Maar ons eerste indruk was, en dat is nog steeds niet weggenomen, dat het daar mogelijk nog iets anders in zat. En daar zullen we straks nog wel opkomen natuurlijk. Als we kijken naar hoe Ivana misschien om het leven zou zijn gekomen, zou misschien de inhoud van die fles daarmee te maken kunnen hebben. En zou er misschien iets meer in hebben gezeten dan alleen appelsieder. Alleen het lastige is, omdat dat onderzoek zo slecht is gelopen, zullen we dat dus nooit meer weten. Hè? Terwijl het had zo'n eenvoudige handeling geweest om die fles gewoon veilig te stellen en te testen. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. En nou ja, dat is ook een beetje exemplarisch voor de forensisch onderzoeker die vervolgens die woning inkomt. Want die, nou ja, dat zo verklaart hij later, die heeft alleen maar de sporen veilig gesteld die hij kon zien.
Nou ja, als wij in Nederland alleen maar de sporen veiligstellen die we kunnen zien, ja, dan worden er weinig moordzaken opgelost. De politiemannen verantwoordelijk voor het forensisch onderzoek hadden geen opleiding. Zo. Heel veel mensen hebben bij Maleisië het idee van, oh, dat is een ontwikkeld land. Ja, wereldstad. Ja, technologisch. Technologisch liggen ze overal voor. Heb je een politiekorps dat opereert als een stelletje. Ja. Ja, echt ongelooflijk. Het lijkt me zo frustrerend ook als ouders dat er dan zo met de dood van jouw dochter om wordt gegaan. Ja. En dat is natuurlijk, ik bedoel, het is natuurlijk al dramatisch als er iemand in je buurt overlijdt. Maar als er dan nog zoveel gedoe is, alleen maar over het vaststellen van wat er nou ongeveer gebeurd kan zijn. En dat je dan inderdaad tegen deze incompetentie aanloopt. Dat is natuurlijk in deze zaak de hele tijd de discussie. De incompetentie is wel duidelijk dat die er is. Alleen de vraag is het alleen maar incompetentie of hebben ze het ook niet willen zien? Bijvoorbeeld, we weten dat Maleisië ernstig geplaagd wordt door corruptie en door omkoping. Als Alexander Johnson, die goed in de crypto-wereld zat, als die een van die politieambtenaren misschien even vriendelijk verzocht heeft de andere kant op te kijken. Ja, wij weten het niet. Ja, want wat ook heel opvallend is, zij werden vastgezet. Ze doen een drugstest, want in eerste instantie werden ze daar natuurlijk voor opgepakt. En dan testen ze positief. Maar bij een soort second opinion komen ze er wel weer gewoon helemaal doorheen. Technisch gezien, hè, ik bedoel, als ik het dan vergelijk met andere zaken, het zou kunnen, maar het is zo toevallig, zeker als het hen beiden betreft, hè, dat ze beide positief testen en na een paar dagen op het bureau, hè, nadat ze even goed met de politie hebben kunnen praten, blijkt het opeens negatief. Als je een beetje kritisch, cynisch naar de wereld bent, geloof je niet meer zo snel in toeval. Dan, nou, in dit geval zeker niet. Nee, in dit geval zeker niet. Nee. Als je ook die foto van die ochtend ziet van Luna. Ja, nee, ja daar durf ik al mijn geld op te zetten. Dat daar wel iets is genuttigd. Ja. Hè? Weet je, je hebt feiten en je hebt zeg maar hele sterke vermoedens. En dat is in deze zaak ontzettend lastig. Je voelt aan alles dat daar gestuurd is. Alleen ja, je kunt het niet hard maken. En dan uiteindelijk moet je toch fixeren op Ivana. Ivana, wat is er nou met jou gebeurd? Wat is er in het appartement gebeurd? Dat is ook toch wel een belangrijk detail. Toen Ivana naar Nederland kwam, toen heeft Frank van der Goot een hersectie gedaan. Maar die heeft bij de hersectie een aantal belangrijke bevindingen gedaan. Onder andere dat zij op haar hoofd een blauwe plek had. Zeg, een aanzienlijke blauwe plek. Die kort voor haar dood moet zijn ontstaan. Ja, dus ze heeft een flinke klap gehad. Misschien heeft ze inderdaad een tik van iemand op haar hoofd gehad. Of misschien is ze gewoon oud gegaan in het appartement. En dan komt die appelsieder natuurlijk weer om de hoek. Ja, van zouden, dat is ze met die fles geslagen bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En is ze met die fles geslagen? Heeft er iets in die fles gezeten waardoor ze oud is gegaan? Maar vervolgens komt Frank van der Goot met een nog wel iets belangrijkere constatering. Hij gaat ervan uit dat ze waarschijnlijk al overleden was voordat ze over de reling ging. Je hebt de lijkstijfheid, maar je hebt dus ook de levendigheid van haar verwondingen. En als jij natuurlijk, terwijl je al overleden bent, ergens neerkomt, dan reageren je verwondingen natuurlijk niet op dezelfde manier als bij leven, terwijl er nog bloed rondgepompt wordt in je lichaam. Nee, dus er werd amper bloed op de plaats gevonden waar zij viel, hè? Ja, en die twee factoren heeft Frank vastgesteld en die zegt, ik ga ervan uit dat ze niet meer leefde toen ze over de reling ging. Ja, en dat is de reden waarom die fixatie naar dat echtpaar volledig is gegaan. Als dan deze constateringen erbij komen, dan denk je ja, maar nu hebben jullie wat uit te leggen. Daarbij, in eerste instantie bij het eerste onderzoek die bij hun werden aangetroffen, dat had Ivana ook in haar bloed. Ja. Maar er zat nog iets bij. Ja. En dat was het middel PCA. Ja. En dat hadden de Johnsons niet in hun bloed zitten. Nee, en dat maakt de puzzel ook zo ingewikkeld. Want kijk, als we die avond bekijken, Ivana heeft misschien daar met Luna iets gebruikt, whatever. Dan zou je verwachten dat ze allemaal hetzelfde sporenbeeld zouden hebben. En daarvan zei de patholoog ook, die zei ja, die PMA die bij haar is aangetroffen in combinatie met de andere stoffen in haar lichaam, die zouden al voldoende kunnen zijn om de dood in te laten treden. Dan kun je bijna niet iets anders bedenken dan dat ze in dat appartement al onwel is geworden op een bepaalde manier. Wij hebben natuurlijk ook een scenario in ons hoofd gehad. Ja, stel nou dat ze onwel is geworden in het appartement. Ze is daar overleden, op haar hoofd gevallen. Dat is even de meest positieve uitleg voor het echtpaar. En zij
hebben dat gezien en zijn in paniek geraakt. En hebben toen gedacht, ja, Maleisië, daar staat maximaal de doodstraf op drugsgebruik. Wat moeten we met haar? En als dan je keuze is om haar maar over de reling te werpen. Het lastige is, zij hebben geen verklaring afgegeven. Nee, want ze houden de kaken stijf op elkaar. Ja, ze lag te slapen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. We hebben niks doorgehad, we lagen te slapen. En we hebben eigenlijk geen aandacht voor Ivana gehad. Heel raar. Je neemt haar mee naar je appartement. Dat vond ik ook eigenlijk zo bizar. Dat ik denk, oké, je hebt die man van 44. Een vrouw van 31. Met een meisje van 18. Super jong als je ze ook naast elkaar ziet. Ja. Ik zag die beelden in die lift. En ik kreeg er gewoon echt helemaal de kriebels van. Dat ik denk, oh jongens, waarom hebben jullie je verantwoordelijkheid niet genomen over dat meisje? Ja. Als we dan kijken naar de Johnsons. Wat kun je over hun vertellen? Wat voor soort mensen zij dat? Ja, Alexander Johnson. En dat is wel bijzonder dat een ex-vrouw van hem een boekje over hem heeft opengedaan. Die noemde hem vanilla. Dus ja. Vanille. Ja, dus gewoon, dat heb ik gelezen. Ja. Gewoon heel standaard. Ja. En daarmee wilde ze eigenlijk aangeven dat hij altijd een beetje een burgerlijke man was. Heel erg normaal. En dat hij langzaam toch wel wat meer uit het leven wilde halen. Toch meer sensatie wilde. Hij nam ontslag. Ging wat meer ondernemen. Nam wat meer risico's. Ging bij zijn vrouw weg. En hij is langzaam in die ondernemingsdrift richting Maleisië gegaan. Is daar bij een investeringsbedrijf als financieel directeur gaan werken. Ja, daar heeft hij Luna. Die heette nog geen Johnson toen uiteraard. Almaas, ja. En die zijn getrouwd, die heeft haar ontmoet. En die zijn wat losbandiger gaan leven. Ze hebben in de tussentijd ook een kind gekregen. Want dat kind, dat was, als het goed is, in het appartement op het moment. Dat was 4 jaar oud, hè, destijds. Ja. En die was, als het goed is, in het appartement toen Van overleed. Ja, want er was een kindermeisje, maar die is weggestuurd op het moment dat zij van het feesten terugkwamen. Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook een beetje een soort... Ja, dat zit ook echt wel over het randje. Ja, hè? En dat is ook nog een beetje een blinde vlek in het verhaal van hoe dat precies gegaan is. En dat kind er bijvoorbeeld van mee heeft gekregen, links of rechts. Ja, ook dat nog. Alexander Johnson, die verdiende dus redelijk wat geld. Had ook best wel wat invloed, hè? Had best wel een naam opgebouwd in Maleisië. Ja. Hoe invloedrijk was hij? In het bedrijf waar hij... werkte, waar hij mede-eigenaar van was. Daar zagen wij in de lijst van adviseurs dat er een onderminister, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met een staatssecretaris, dat een onderminister adviseur was van zijn bedrijf. Dat voedde natuurlijk ook wel de gedachte bij ons van ja, als hij hier invloed heeft. Hij heeft contacten in ieder geval. Hij heeft contacten, ja. En ja, wij relateren dat meteen. Hè. Stel nou dat er politieambtenaren omgekocht zijn. Ja, zoveel geld heb je niet nodig om politieambtenaren in Maleisië om te kopen. Nee, je zou kunnen denken, het begon met onkunde en op een gegeven moment gaat het over tot corruptie. Ja. Uiteindelijk komt er een hoorzitting door de coroner's court in Maleisië. Hoe is dat tot stand gekomen? De openbaar aanklaagster in Maleisië, die heeft de zaak voorgelegd aan de zogenoemde coroner's court, dus de lijkschouwersrechtbank. Die hebben een soort van eerste procedure waarin vastgesteld wordt wat de toedracht is van iemands overlijden. En toedracht wordt dan gezien in de zin van, is het een misdrijf? Is het een ongeval? Is het een zelfdoding of een natuurlijk overlijden? En die zaak is aan die coroner's court voorgelegd. En daar worden alle getuigen en deskundigen gehoord. En die worden dus gewoon op een openbare zitting aan de tand gevoeld over hun bevindingen, over hun getuigenissen rondom die zaak. En dat gebeurde gelukkig ook in de zaak Ivana, want daardoor kwamen er heel veel nieuwe details op tafel die wij overigens nog niet wisten. Ja, Frank van der Goot was ook aanwezig op die zitting. Nou ja, dat was natuurlijk vooral van belang omdat wij wisten dat hij tot conclusie kwam dat Ivana vermoedelijk al overleden was in het appartement. Ja, want er is ook een Maleisisch rapport. Ja. Is ook een lijkschouwer in Maleisië naar het lichaam van Ivana gaan kijken. Maar wat is het verschil nou tussen die twee rapporten, die van Frank van der Goot en die van de Maleisische patholoog? Die Maleisische patholoog kwam eigenlijk tot de conclusie, ze is overleden door de val, punt. Ja, en Frank zijn conclusies stonden daar eigenlijk haaks bovenop. Want Frank die constateerde, nee, die letsels hebben helemaal geen levendigheid in zich. Dus je kan helemaal niet concluderen dat ze is overleden door die val en dat daardoor die letsels zijn ontstaan. En aan de levendigheid van de letsels had je dat niet kunnen constateren. Dus Frank die zat in de rechtbank eigenlijk
lijnrecht tegenover haar. Ja, op enig moment heeft zij eigenlijk gezegd, ik doe afstand van mijn bevindingen en ik stop ermee. En toen ja, heeft ze pakte de handtas en ze is de zaal uitgelopen. Ze is de zaal uitgelopen, ja. En dat geeft toch wel meteen de indruk van, mijn god, in wat voor land, wat voor situatie zijn wij beland? Als nabestaande had je al geen goed gevoel. Nou, dit maakt het natuurlijk vele malen erger. Ja, dan komt er ook nog eigenlijk een heleboel boven water. Ja. Er is een leidinggevende binnen het onderzoek. Ja. Meneer Faisal. Ja, ik denk dat Faisal vanaf het begin van de zaak, december 2017 tot en met heden, een beetje de centrale speler is geweest die eigenlijk verantwoordelijk is voor alle ellende in de zaak. Hij blijkt de eerste te zijn geweest die tegen een van zijn ondergeschikten heeft gezegd, jij moet dit afdoen als een ongeval. Dus hij blijkt achter de schermen de sturende rol te zijn geweest. Die komt er ook mee naar voren tijdens de coroner's court. Ja, die sergeant, Haliza Hamdan, ik weet haar naam gewoon nog steeds, gewoon puur omdat die getuigenis zo bij is gebleven. Ja, die zei letterlijk, ja, Faisal heeft me opgedragen om dit af te doen als een ongeval, terwijl ik het gevoel had dat er meer aan de hand was. Ja, weet je, dan zak je natuurlijk als nabestaande echt door de grond. Want dan denk je, waar kijken we naar? Waar zijn we naar het kijken? Ja, mensenleven is gewoon niks waard, lijkt wel. Als je dan kijkt naar alles wat er tijdens die coroner's court wordt besproken, dan zou je denken, nou, er gaat nu wel wat gebeuren. Wat is de uitkomst geweest? Ja, dat hadden wij inderdaad ook. Er kwam zoveel naar buiten. En ook de rechter was ontzettend kritisch op iedereen die langskwam. Ja, en dan komt er heel lang na het sluiten van de hoorzittingen, de getuigenissen, komt er dan een oordeel. En dat oordeel is, het is toch een ongeval. Je zegt A, je zegt het neigt allemaal richting betrokkenheid van derden. Maar je conclusie is gewoon B. Ja, en dat was zo pervers dat voor ons er geen discussie was, dat we meteen daartegen in hoger beroep moesten gaan. Ja, en dat heeft uiteindelijk wel het gewenste resultaat gehad. Na het indienen van dat hoger beroep heeft een hogere rechter, ik zal maar even raadsheer noemen, en die heeft gezegd, ja, met alles wat er nu ligt, ga ik ervan uit dat derden betrokken zijn geweest bij de dood van Ivana. De zaak moet heropend worden. En dat was 22 november 2019. Dat is dus ongeveer 2 jaar na het overlijden van Ivana. En niet heel veel later heeft de politie daar ook met een persconferentie verkondigd dat er een moordonderzoek gestart werd. Dus het eerste moordonderzoek. Hè? Eigenlijk het eerste moordonderzoek. Ja. Nou ja, op dat moment hadden we dus echt de hoop van, nu gaat het wel goed. Nu gaat het gebeuren. Ja. En dan? En dan zijn we nu 3,5 jaar verder. Zijn 3,5 jaar verder sinds dat moordonderzoek is gestart. En als we onszelf dan de vraag stellen, wat is er in de tussentijd gebeurd? Ja, daar kunnen wij niet heel goed antwoord op geven. Na die persconferentie van de politie kregen wij te horen dat de politiechef die zo heeft lopen klooien in het onderzoek. Ja, die meneer Faisal, die was weer aangesteld als leidinggevende. Ja. Meneer Faisal is weer dat onderzoek ingetrokken. En staat het ook. Ja, en wij hebben echt ons best gedaan ook om hier in Nederland via buitenlandse zaken, maar ook in Maleisië via allerlei procedures hem van de zaak af te krijgen. Maar tot heden lijkt er echt geen gehoor voor te zijn. Het is toch ook echt klap op klap op klap. Want je denkt er te zijn. Het gaat nu gebeuren. Er wordt nu gewoon vaart achtergezet. En dan ben je 3,5 jaar verder en Dan is er nog steeds niets veranderd. Dus je wacht al zo ontzettend lang op ook maar een teken. Hè? Ik heb het ook in je boek gezien, de WhatsAppjes die je hebt gestuurd. Ja. De mailtjes. WhatsApp, heel erg achter de broek gezeten. Wat zijn dan de opties voor jou? De moeder van Ivana heeft toen de Maleise advocaat opdracht gegeven om namens haar te procederen, civiel. Dus gewoon via een civiele procedure te procederen tegen de politie. Die civiele zaak die gaat door. Dat is echt gewoon om de politie aan te spreken op hun aansprakelijkheid, hè, op hun nalatigheid. Wij hebben niet het gevoel dat nou echt de urgentie gevoeld wordt. Zelfs als je de Maleisische politie aanklaagt, krijg je geen beweging in. Nee, krijg je alleen maar, nou ja, ze zijn alleen maar hun spoor aan het uitwissen. Dat geeft wel de motivatie om het ook niet los te laten. De vader van Ivana zei dat ook heel mooi, van ik heb Ivana bij haar kist beloofd dat ik tot het uiterste zou gaan om de verantwoordelijke voor het gerecht te slepen. Nou ja, en die belofte is halverwege. En laten we hopen dat dat binnenkort een keer tot een procedure leidt, tot een openbare rechtszaak. Ze kunnen het toch niet voor eeuwig zo openlaten? Nee. Ze hebben het beloofd, hè? Er komt een moordonderzoek. Ze kunnen dat niet
voor eeuwig zo laten, lijkt mij. Nee, ja, ze moeten iets. Het is een moordonderzoek, dus er moet een conclusie komen. Wij hebben toevallig nu te horen gekregen dat premier Mark Rutte enkele weken geleden nog de nieuwe Maleise premier heeft gebeld. Volgens een woordvoerder van Mark Rutte bleek die ook veel van de zaak te weten. Die bleek ook ingevoerd te zijn. Die bleek ook dezelfde urgentie te voelen. Of in ieder geval, hij zei dat hij de urgentie voelde om de zaak tot een bepaalde uitkomst te krijgen. Dus ja. Dus een hele recente ontwikkeling. Heel recent, ja. En dat is dan wel fijn om terug te horen. Want ja, dat een Nederlandse premier belt naar een Maleise premier. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat standaard. Dat is wel wat je echt wil. Dat is wat je echt wil. En nou, dit is dus al de tweede keer dat Rutte over de zaak Ivana belt. En nou, dat geeft je wel in ieder geval weer een beetje hoop dat er iets gaat gebeuren. Dat er iets gaat komen. Is dat dan ook het maximale wat Nederland, de Nederlandse overheid, kan doen in deze zaak? Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, Maleisië is natuurlijk autonoom. Als Nederlandse rechtsstaat kan je je daar niet in mengen. Dus diplomatieke, politieke druk is het enige wat je kunt bewerkstelligen. Dus ja, ik denk dat dit op dit moment het meest haalbare is. Maar de nabestaanden zijn in ieder geval heel blij dat het dossier nog steeds bij Mark Rutte het is in ieder geval op weer zijn bureau ligt. Gewoon druk blijven zetten dus. Ja. Dan wil ik even terug naar Johnson's. Want er is heel veel in de media gebeurd. Hoe hebben zij zichzelf in de media gedragen? Hoe was hun houding richting de ouders van Ivana? Ja, ik denk dat ik de houding van de Johnsons wel heel kil. Maar ook wel berekenend. En nou ja, ook misschien zelfs wel walgelijk kan noemen. Wat zij natuurlijk hadden moeten doen, hè, als zij zich echt vrij zagen van iedere blaam, is toenadering zoeken naar die ouders. Als zij inderdaad er niks mee te maken hebben gehad, dan is onder hun supervisie. Ik vind dat je bij een meisje van 18 het wel supervisie mag noemen. Ze hebben zelf een dochter van, tenminste destijds van 4. Dan voel je toch wel iets van verantwoordelijkheid. Ja. Dat zou je hopen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is verwijten richting de ouders geuit. Ook dat nog. Ja. Verwijten richting Ivana geuit, al dan niet direct. Ook zou Ivana over de leeftijd hebben gelogen. Maar wat zij vooral ook deden was eigenlijk Ivana en haar familie een beetje wegzetten als, weet je, van ze hebben haar maar aan haar lot overgelaten. Gewoon heel smerig, alles maar wegschuiven. Terwijl, weet je, er is iemand overleden. Dan zou je toch verwachten dat ze even een stap naar voren maken van, jezus, wat erg, wat er is gebeurd. In plaats daarvan pleegt ze gewoon een karaktermoord. Ja, eigenlijk. Ja. Wat denk jij wat er gebeurd is die avond? Ja, het woord denken vind ik heel lastig. Want daarmee vul ik een beetje in van waar ik echt van overtuigd ben. Maar als wij al het bewijs naast elkaar zetten, dan vind ik het meest aannemelijke scenario, dat vind ik de meest voorzichtige manier om te schrijven, het meest aannemelijke scenario, dat er seks is geweest tussen de 2-3, dat Ivana daarna al dan niet appelsieder heeft gedronken, of daarvoor misschien wel, met extra middelen daaraan toegevoegd. Dat ze toen naar de grond is gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, het scenario dat zij een klap heeft gehad met een fles of van het echtpaar is toch wel een beetje lastig voorstelbaar. Want als ze samen daar zijn geweest, waarom zou er dan nog geweld zijn geweest? En dat zij onwel is geworden in het appartement en dat het echtpaar boven het lichaam van Ivana elkaar hebben aangekeken van, shit, wat nu? Wat moeten we? We zijn in Maleisië, hier staat de doodstraf op. Drugsgebruik, drugsbezit, we hebben seks met haar gehad. Dat valt aan te tonen daarna. Dus wat moeten we met haar? En dat die eigenlijk zoiets hebben gehad van, als we er over de reling werpen, voordat ze erachter zijn dat wij dat zijn, weet je, dan zijn we al tijden verder. Dat ze gewoon in een soort van waas of paniek haar over de reling hebben geduwd. Kijk, voor de ouders, die hebben ook vanaf het begin aangezegd, weet je, zij denken niet in moord of geen moord. Maar wel, kijk, als dit zo gegaan is, en zij hebben ook wel die overtuiging dat dit zo gegaan is, maar dat komt met name omdat er nu Het wegwerk van een lichaam, daar moet ook gewoon een straf op staan. Al is het alleen dat. Ja, of het toedienen van de middelen. Want ja, wie had die middelen gekocht? Misschien hebben ze geen hulp gehaald. Hè? Ja, dat ze haar aan haar lot hebben overgelaten, moest ik ook zelf nog aan denken. Ja, want als zij daar schuimbekkend in het appartement ligt, of überhaupt gewoon geen reactie meer geeft, ja, dan kan je natuurlijk, dan heb je een paar opties. Maar de eerste, de beste optie is natuurlijk niet het lichaam over de reling werpen. Maar de ouders of de familie is daar op dit moment ook wel van overtuigd. Dat het
in ieder geval een scenario is waarbinnen ze onwel is geworden en uiteindelijk over de reling door het echtpaar of door, nou ja, in ieder geval Alexander, want we zagen het aan het filmpje, die heeft geen moeite om haar te tillen, over de reling is geworpen. En ja, daar zit een aantal verwijten in, hè, die je noemde het zelf al, geen hulp halen, misschien middelen hebben gegeven, toegediend of in een fles hebben verwerkt en natuurlijk het lichaam zomaar over een reling gooien. Maar ook alleen al de minachting voor Ivana of voor haar familie. Het spreekt boekdelen, wat mij betreft. Ja, en dat is iets waar wij inmiddels wel van overtuigd zijn dat het in die lijn ligt. Ik hoop ook echt oprecht dat er ooit in zit. Hè? Dat er ooit schot in de zaak komt. Dat die Johnsons een keertje iets moeten gaan zeggen. Ja. Want dit lijkt me echt ondenkbaar voor de nabestaanden. Daarover gesproken ben ik zelf ontzettend geschrokken van alle reacties online. Ik doe mijn research, ik schrijf het script voor mijn video's. Maar ik ben nog nooit zo erg geschrokken als in deze zaak. Dat ik denk, hoe bestaat het dat zoveel mensen zo weinig empathie hebben voor een slachtoffer? We hebben het hier over een meisje van 18 die heeft geëxperimenteerd met drugs. Hoeveel mensen kennen we in ons leven die dat hebben gedaan? Behoorlijk, ja. En met seks, daar vindt men een hoop van. Maar ik probeer altijd mijn luisteraars en de kijkers op mijn YouTube-kanaal toch altijd een beetje bij te brengen. Van joh, kijk uit met wat je zegt. Het is allemaal echt gebeurd. Het zijn allemaal echte mensen. En die menselijkheid ontbrak echt op elk platform in de zaak van Ivana. Je hebt natuurlijk heel nauw samengewerkt met de familie, nog steeds. En ik ben gewoon eens benieuwd, hoe is dit voor hen om dat te lezen? Ja, ik denk dat de geëigende uitspraak is dat woorden er echt toe doen. Woorden kunnen echt diep, maar dan ook heel diep in mensen snijden. En dat zie je ook bij de nabestaanden. De enkele suggestie dat het haar eigen schuld is, hè, dus met andere woorden, je verdient het om dood te zijn, want dat impliceer je daarmee. Ja, dat doet natuurlijk zoveel pijn bij de nabestaanden. Het geeft namelijk de indruk dat het feit dat je experimenteert met drugs, een lijntje cocaïne, eigenlijk rechtvaardigt dat je daarna ergens dood eindigt. Ja, ik hoop ook dat mensen snappen, ook al is er seks geweest, ook al is er een trio geweest, ook al heeft ze met drugs geëxperimenteerd, dat maakt toch nog niet dat ze dood hoeft. Weet je, als iedereen die dat doet, dood moet, ja, dan wordt het een hele rustige samenleving. En dat, ik denk het ook. En ik hoop ook dat mensen dat snappen, dat op het moment dat je zo'n reactie tikt van, ja, dan moet ze ook maar niet met dat echtpaar meegaan. Dat heeft echt pijn gedaan. Terwijl er natuurlijk veel meer mensen zijn die het andere verhaal zien en voelen en ook die empathie richting de familie tonen. Vind ik het ook belangrijk, hè, wat je zelf nu natuurlijk ook aan wil geven, dat die andere mensen dat ook zien. Van, weet je, denk alsjeblieft na. Weet je, er is wel een 18-jarig meisje dood, een dochter, een nichtje, een zus, een vriendin. Die is er niet meer. Hoeveel leed dat heeft toegebracht. En dat kan je niet wegzetten onder eigen schuld, dikke bult. Weet je, want dat is wat je feitelijk zegt. Dus ik hoop ook dat mensen daar net iets langer over nadenken voordat ze op die zendknop drukken. Want ja, die woorden komen echt binnen. Ik vond het al heel pijnlijk om te lezen en ik ben nog niet eens betrokken. Nee, gelukkig. Maar ik werd daar heel boos van. En ik vind het mooi dat we dat eventjes meegeven. Want kunnen we echt een beetje van dichtbij zien hoe dat echt voor iemand is. En die menselijkheid ontbreekt heel vaak. En dat vind ik dan ook gelijk een mooie afsluiter. Ik hoop echt oprecht dat je dit mooie werk ook tot een mooi eind, ergens een mooi eind kan brengen. En dat er meer ontwikkeling in komt. Super bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn en wat meer uitleg wilde geven. Dankjewel. We gaan ons best doen. Wat er ook is gebeurd, het is ontzettend verdrietig dat het jonge leven van Ivana op deze manier moest eindigen. En dat haar ouders tot op de dag van vandaag met zoveel vragen achterblijven. Er is nog steeds geen sprake van gerechtigheid. En na het researchen van deze zaak bleef ik ook echt met een onbehagelijk gevoel achter. Het heeft me echt dagenlang bezig gehouden. Ik ben er natuurlijk iets meer ingedoken dan andere zaken, maar daardoor kroop het ook wel echt wat meer onder mijn huid. Het is zo triest dat het meisje haar dromen najaagt en dan nooit meer thuis komt. Ivana was nog piepjong, had nog zoveel dromen, ambities en wensen in het leven. En dat de Maleisische autoriteiten en de Johnsons zo respectloos met haar dood zijn omgegaan, dat is onaanvaardbaar. Een lange video vandaag, mede natuurlijk ook door
het extra interview wat eraan is toegevoegd. Ik hoop dat jullie het ook zo ervaren, maar voor mijn gevoel kon ik er echt wat dieper in duiken. Zeker als je iemand spreekt die er zo dicht op zit. En onthoud natuurlijk wat ik heb gezegd. Blijf respectvol in de reacties, want de kans is groot dat de ouders van Ivana of andere bekenden van het meisje dit lezen. Dit is trouwens een gedeelte van het interview met Sebas Dijkstra. De podcastaflevering en het gehele interview met Sebas Dijkstra is te horen in een nieuwe aflevering van Moordkast. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast. Via deze link krijg je de eerste 2 maanden gratis. En doe het alleen al voor deze aflevering. Desnoods zeg je daarna meteen op. Maar het is het zeker waard om dat daar ook eens te beluisteren. Volgende week ben ik er weer en dit keer met een verdwijningszaak, een mysterie. Dus zit volgende week vrijdag weer klaar om 4 uur 's middags. Hopelijk tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.